We hadden een deal. Hoe lang gaat het nog duren? Rustig. Ik bepaal wel hoe lang dit duurt. Nee, je hebt het geld al. Wat een afspraak. Heb je haast? Het is nog vroeg, man. Als jij niet kalm doet, dan ga ik gewoon weer naar huis. Je bent een man van je woord, of hoe zit het? Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, huh, my nigga? This mad city, I run, my nigga. Brace yourself, I take you on a trip down memory lane. This is not a rapper, I'm slinking crack or moon cocaine. This is cul-de-sac and plenty cognac and major pain. Not the drill sergeant, but the stress that weighing on your brain. It was me, El Boogie, yeah, yeah, YG Lucky. Ride down Rosecrans, it got ugly. Waving your hand out the window, check yourself. Warriors and Conan's, hope euphoria can slow dance with society. The driver seek the first one to get killed. Seen a light-skinned nigga with his brains blown out at the same burger stand with same gout. Now this is not a tape recorder saying that he did it, but ever since that day, I was looking at him different. That was Pakje Camel als je binnengekomen. De politie tast voorlopig in het duister. Er wordt rekening gehouden met een eventuele ontvoering. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to save money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with holes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having those. Ik tel tot drie. 1, 2. Wie de fuck ben jij? Wat doe ik hier? Heb je enig idee wat je hebt gedaan? Nou, rustig, rustig. De vraag is wie jij bent en wat je in mijn kofferbak doet. Er kwamen mannen en een busje en ik werd gekidnapt. En mijn vader kon me halen met het geld. Jezus, jij bent een meisje van tv, hè? Mijn vader zou me komen halen met dat geld. Geld? Hoeveel dan? Een 500.000. Fucking hell. Fuck, dit is hem. Jij moet opnemen, ik durf niet. Ik durf echt niet, jij moet opnemen. Hallo? Volgens mij heb jij iets wat van mij is. Wat dacht je met mijn auto heen te gaan? Deze grap duurt een beetje lang, vind je niet? Nog iets langer, en ik moet die ouwe, die moet ik voor zijn kop schieten. Help me, alsjeblieft, help me. Ik weet niet wie je bent, maar breng mijn dochter bij me terug. Je krijgt alles wat ik heb, alsjeblieft, breng bij me terug. Je hoort het. Je hebt 15 minuten om naar die parkeerplaats te komen. 15 fucking minuten, hoor je dat? Anders is die ouwe hier dood. Hey, fuck you, man. Kom dan maar halen. Ik heb je auto, je geld en je chick. Wat wil je doen dan? Luister, jochie. Ik zeg jou dit maar één keer. Fuck niet met mij. Fuck. Met mij, ik zou je vinden en als ik je vind, dan draai ik je motherfucker. Alsjeblieft, je moet me helpen, breng me terug. Dat geld en ik, we moeten terug, ze vermoorden mijn vader en ze komen terug voor jou en voor mij. Alsjeblieft. Ben je dom of zo? En zelf een kogel vangen zeker? Nou, als je nog terug wil naar die papi van je, dan neem je de bus maar. Klootzak, ik geef je aan bij de politie, ik weet hoe je eruit ziet en wat voor auto je rijdt. Wie is hier nou dom?
Ja. En dan? Je denkt zeker dat ik achterlijk ben, hè? En trouwens, hoe komt die vent eigenlijk aan jouw nummer? En waarom staat er John in je telefoon als hij je belt? Je gaat me nu beter de waarheid vertellen. Nu, verdomme! Je begrijpt het niet, hè? Ik haat mijn vader. Hij begrijpt mij niet, dus ik wil uit zijn leven. Die never ending rol van de fucking rich bitch. Ik ben ook nog zwanger van John, dus kan beter uit zijn buurt blijven. Alles was gepland. Ik word ontvoerd, mijn vader komt met het geld en we zouden hier morgen al weg zijn. Naar Thailand. Maar nee hoor, meneer de topcrimineel, je moet even de auto van mijn vriend jatten, loser. En wat zeg je allemaal? Jij hebt dit in scène gezet om je eigen pa zijn geld af te nemen. Jij en dat vriendje van je zijn gewoon ziek. En waag het nog één keer me loser te noemen, ja? Loser! Ik meen het, bitch. Ik heb nu al deze shit gevraagd hier. Dus zorg maar dat dit de waarheid is. En jij gaat me helpen hier weer uit te komen. Hoeveel doen we? De helft. Ik wil de helft van het geld. 250.000 euro. En zo niet, dan ga je maar lekker lopen. De haven op de blote poot is minstens een uur, hoor. Dus de keuze is aan jou. Dit gaat hij nooit van je pikken. Daar ben je. Doe maar niks geks, oké? Klootzak, zie je nou wat je allemaal gedaan hebt? Doe die eerst maar even weg. Kom man, alsjeblieft, doe wat hij zegt. Dus jij bent dat pikkie die dacht er met mijn auto vandoor te kunnen gaan. En nu dan? Wie heeft hier de gun? Nou, kom op. Krijg ik er nog terug of niet? Je mag het hebben. Hij wil de helft van het geld doen. Wil je me alsjeblieft de helft van het geld geven? De helft van het geld. Ik waardeer je bescheidenheid, jochie. Maar geef de godverdomme je nou. Of wil je zien hoe goed hij kan mikken? Of de dood van je ongeboren kind riskeren? Dat moet jij weten. Of je legt dat ding hier, schuift hem hier naartoe en je kind blijft in leven. Zo niet, dan stap ik in de Brady Bunch weer de auto in. Your call. Hier, is je ticket naar Thailand. But it's all right. We can still.